Er zijn al dingen uitgelekt, hè? Vanavond horen we daar meer over. Zo moeten we weer een mondkapje gaan dragen in publieke binnenruimtes. En wordt er over gesproken om die eventueel ook weer te verplichten in winkels, zoals ook de supermarkt. Dat is dus nog niet duidelijk, maar dat zou een optie kunnen zijn. Ook moeten meer sectoren gaan vragen naar de QR-code. Denk aan musea, pretparken, dierentuinen, maar ook de sportscholen en bij zwembaden. Vanaf vrijdag is dat verplicht en dus ook in de zwemwereld moeten ze eraan geloven. Wij begrijpen dat er wat moet gebeuren. Wij begrijpen ook de bezorgdheid bij de overheid. Wij gaan niet meewerken aan een beleid waar gemotiveerd wordt om te vaccineren en de kinderen uiteindelijk de dupe zijn, want daar werken wij niet voor. Maar wij zijn wel bereid om de 1,5 meter in het pand terug te brengen. Daarnaast ook nog de mondkapjesplicht te doen en 1 oude begeleiding mee, waardoor je nog veiliger in het zwembad bent. Veiliger dan met alleen een QR-code. Ja, ik hoor hier toch een beetje tussen de regels door dat FIFA zegt, ja, ik weet niet of we ons wel aan die QR-code gaan houden, ook voor ouders, omdat dan kinderen de dupe worden. Heb jij ooit zelf overwogen om je niet aan de regels te houden als ondernemer? Ja, zeker wel. Want het kost je geld. Dus je probeert altijd te kijken van, joh, oké, ik wil wel meedoen, maar wat zijn de consequenties? En dan probeer je een middenweg te vinden, maar ja, soms moet je wel. Hoe moeilijk is die afweging? Heel lastig. Ook voor je personeel en voor je gasten en voor je bedrijfsvoering. Dus dat zijn wel 3 dingen die je in overweging neemt van, ja, waar doe ik goed aan? Ja, heb je een begrip als je voor deze, ja, toch ongehoorzaamheid? Begrip heb ik wel, maar toch zou ik adviseren om de wetten na te komen. Vooral deze wetten, dat is belangrijk. Begrip heb ik volkomen. Ik begrijp dat je dus in een enorme, ja, complexe vraagstuk terechtkomt, een dilemma. En daar heb ik begrip voor, maar toch zou het heel fijn zijn als iedereen het in acht neemt. Want dan zie je meteen resultaten heel snel terug. Want als we met z'n allen in acht nemen bepaalde maatregelen, dan zie je resultaten heel snel terug. Dus dan kunnen die maatregelen verzacht worden of afgeschaft worden. Ja, dat is juist denk ik waar veel mensen toch een beetje bang voor zijn. Ik hoorde jou eerder buiten de uitzending zeggen van, ja, we zouden eigenlijk voor 3 weken. Is dit het gevoel wat ook meespeelt, dat je niet weet binnen hoe lang dat dan weer verzacht kan worden? Ja, absoluut. Je wordt meestal eerst, dan komt de persconferentie en dan geven ze wat maatregelen of beperkingen. En dan merk je toch wel gauw dat wat ze op dat moment hebben gezegd, dat 2 weken later toch wordt aangescherpt. Hm. En daar ben ik dus nu ook bang voor.